Dames en heren, van harte welkom op deze avond waar we een toelichting zullen geven op onze plannen voor een geheel nieuw, met name geheel nieuw, parkhotel. Van deze avond zullen dankbare herinneringen worden gemaakt. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat het parkhotel haar deuren sloot. In afwachting van de voorgenomen bouw in februari 2017. Dat lijkt op een gedenkwaardige dag, maar het is het beslist niet. Een aantal ingediende bezwaren lagen ten grondslag aan deze vertraging tot vandaag. Het zou aan de gemeente hebben gelegen, wat ik veelvuldig gehoord heb. Maar niets is minder waar. Het is juist het college van BNW en de leden van de gemeenteraad die immer mijn plannen hebben gesteund. En zo ook nu steunt het college en de raadsleden mijn plannen en zijn zelfs bereid om de wijzigingen in het bestemmingsland Parkhotel Bergen en de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd te laten verlopen. Hierdoor besparen we veel tijd met het afgeven van de nieuwe vergunning. Het nieuwe parkhotel zal voorzien in 83 kamers. Het huidige heeft slechts 26 kamers. De economische betekenis die de realisatie van het nieuwe hotel met zich mee zal brengen, is substantieel. Hotelgasten zullen naast hun verblijf in het hotel jaarlijks meer dan 4 miljoen euro extra besteden in ons dorp. En dat is normaal gebaseerd op een redelijke aanname van 70% bezetting. Ik hoop op uw aller steun voor dit fraaie project te mogen rekenen op dat we eindelijk kunnen beginnen aan een nieuwe levensfase van het ooit zo voorname parkhotel van mevrouw Bouwstra. Hartelijk dank voor uw aandacht. Nou ja, we hebben de kaart bestudeerd en hoe benader je deze plek? Wat zijn de routes? Wat zijn de zichtlijnen? Hoe doet het nieuwe ontwerp? Hoe kunnen we het nieuwe ontwerp zo goed mogelijk ingebed in het weefsel van Bergen krijgen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het nieuwe hotel een goede relatie aangaat met haar directe omgeving? Want een gebouw moet communiceren. Een gebouw moet spreken tot de verbeelding en een relatie aangaan tot de mens. En als...